Suriname heeft de potentie om het meest milieuvriendelijke land ter wereld te zijn, zegt minister Silvano Djanahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ons land bestaat voor een groot deel uit bos dat deel uitmaakt van de zogenoemde longen van de wereld. En onze uitstoot van gevaarlijke stoffen zit op nog niet 1%. Djanahing geeft aan dat andere landen Suriname als voorbeeld zullen kunnen nemen. Omdat wij een van de eerste landen zijn die conform het Parijs Klimaatakkoord een rapportage heeft ingediend en een programma heeft uitgezet ter voorkoming van klimaatverandering. Hij zegt dat hoewel Suriname snel is geweest met de uitvoering van bepaalde beloften, zoals de afbouw van subsidies op brandstoffen, er nog veel werk aan de winkel is. Even onder redelijk goede omstandigheden voor wat betreft de bijdrage die we als land zouden kunnen leveren voor wat betreft het zijn van een voorbeeld voor de rest van de wereld. We moeten daarmee, moeten we ons natuurlijk niet geweldig gaan voelen, want de stad is nog steeds vies. We gaan nog steeds tekeer in de goudsector met ons bos. We slingeren hier en daar met giftige stoffen zoals kwik. En al dat soort gevaarlijke stoffen, dat is er nog steeds. Dus we zijn niet, we're not perfect. En er is werk te doen. Hoewel het voor Suriname niet moeilijk hoeft te zijn om het meest milieuvriendelijke land te zijn, blijft het volgens de minister toch uitdagend om deze droom te realiseren. De overheid doet haar best om het land zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Maar de samenleving zal daarbij ook een belangrijke rol moeten spelen. Iedereen denkt dat het de overheid is die je moet komen uitleggen dat je je plastic fles, als je hebt gedronken, dat je hem niet op straat mag gooien. En sommige mensen roepen, ja, maar waar is de politie om die mensen op te pakken? Want we moeten het, het moet van onszelf komen. Ja, dat is, ik ben niet zo lang geleden, was ik in het buitenland, in Glasgow, om concreet te zijn. En ik liep op een gegeven moment in de stad, ik kwam niet eens één vuilnisstond tegen, niet eens één. Maar het is kraakschoon, nergens heb ik een prul gezien. Iedereen eet, neemt zijn afval mee in zijn zak en dumpt het ergens, kennelijk thuis of whatever. Het hoeft niet te komen van die overheid. Ik ben ervan overtuigd dat uiteindelijk wij dat zelf zullen gaan beseffen. En wanneer wij dat gaan beseffen, dan zullen we daadwerkelijk een parel van deze wereld worden. De bewindsman hoopt dat er op een milieuvriendelijke manier aan goudwinning en houtkap zal worden gedaan. En dat de samenleving bewust wordt van klimaatverandering.